mag ik u allen van harte welkom heten bij de viering van ons zesde lustrum. Wij zijn blij en vereerd dat u allen de moeite hebt genomen om hier vanmiddag bij ons te zijn. Met uw aanwezigheid onderstreept u dat onze kinderboerderij een belangrijke plaats inneemt in de Zeister samenleving. Namens het college van burgemeester en wethouders is onze wethouder mevrouw van Beek aanwezig. Ik zie ook raadsleden en leden van politieke partijen. Leuk dat ook een aantal ambtenaren van de gemeente, met wie wij door het jaar heen zulke goede contacten onderhouden, op onze uitnodiging zijn ingegaan. Voel u welkom. Ook een hartelijk welkom aan een aantal van onze sponsors. Hout, Melissa en Imke als onze BBL. Het is eigenlijk vandaag jullie feestje. Al deze mensen zijn gekomen omdat zij jullie en jullie werk een goed hart toedragen. Dat jullie ons vanmiddag dan ook nog vriendelijk ontvangen en een beetje verwennen, bevestigt alleen maar hoe gastvrij jullie zijn bij het ontvangen van de 10.000 bezoekers van de kinderboerderij het hele jaar door. En jullie zijn niet alleen toegewijd naar de dieren hier op het erf, maar ook naar de vele helpende handen die hier dagelijks door jullie worden aangestuurd. Ja, welkom dames en heren. Het is feest vandaag. Kinderboerderij bestaat 30 jaar. Je zei net even 93 en ik zat driftig op een papiertje te kijken. Ik denk dat klopt mijn getal niet. Ja, opgericht door de leden van de Rotary Zeist, waar ook een aantal leden van vandaag aanwezig zijn. Dat is precies 30 jaar geleden. En het is goed dat het stichtingsbestuur voor het zesde lustrum ook een feestdag heeft uitgekozen om daar bij stil te staan. Dus bij deze van harte gefeliciteerd met dit zesde lustrum. Ja, wat net al even aan werd gerefereerd, de kinderboerderij vervult een hele belangrijke voorziening in Zeist. Maar liefst 80.000 mensen bezoeken deze plek per jaar en dat is natuurlijk een enorm aantal. Maar naast de recreatieve functie heeft de kinderboerderij ook een hele educatieve functie voor de ouders die hier met hun kinderen komen. En die een hele mooie plek om al kennis te laten maken met de dieren en alles wat dat met zich meebrengt. Maar er gebeurt ook veel meer. Net kwamen er een aantal stichtingen voorbij, onder andere Reinaarden. Cliënten ook met een verstandelijke beperking kunnen hier werken met hun begeleider. Dat is natuurlijk in deze ook een hele belangrijke functie voor de dagbesteding. Ze voeren de dieren, ze messen de stallen uit, onderhouden het terrein. Maar daarnaast biedt de kinderboerderij ook nog heel veel educatieve opleidingen en activiteiten voor scholen aan. Voor kinderopvangen, voor peuterspeelzalen. Dus een hele belangrijke maatschappelijke voorziening hier in Zeist. Er worden kleinschalige activiteiten voor kinderen georganiseerd door knutsel- en doe-activiteiten. En jaarlijks lopen hier, wil ik mij laten vertellen, zo'n 70 leerlingen hun maatschappelijke stage. Dus dat zijn ook, wat net u ook al even aangaf, ook een hele belangrijke functie. Ja, de BRIC is in 2009 ook gedwongen naar aanleiding van de bezuinigingsdialoog, die altijd zelf samen met het stichtingsbestuur met hele creatieve ideeën kwam. Ja, om toch het hoofd boven water te houden. Daar heb je heel veel ondersteuning en hulp bij gekregen. Maar ja, dat geeft ook wel aan hoe energiek en innovatief je daar zelf en ook het stichtingsbestuur in is. Een heel vergaande verantwoordelijkheid draag je voor, die voel je ook echt voor de kinderboerderij. Dat heb ik net al even gememoreerd met de bijeenkomst op het gemeentehuis. En de kinderboerderij staat gelukkig daarin voorop. Ja, ik heb zo gehoord dat je vaak s'nachts ook in de weekenden doorwerkt voor de dieren. Ook al staat daar weer geen vergoeding tegenover. Dus echt volledige inzet. En daarom krijg jij vandaag de Otto Siemprijs. En dat is een waarderingssymbool voor Zeistenaren die zich voor de Zeistense samenleving inzetten. En dat is een heel bijzondere waarderingssymbool. En jij krijgt het voor je enorme inzet en voor je betekenis voor deze kinderboerderij. Daar zijn we als gemeentebestuur heel erg. Ja.
Nee. Wie wordt erbij? Dat is de oorkonde. En deze wordt natuurlijk ook bij. Zal ik die even voor je vasthouden? Anders wordt het wel heel erg veel. Ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Ja, 12 jaar. Nou, ja, nou. Mag niet. Ja, dit is voor mij compleet onverwacht. Ik vind het heel erg leuk. Ik ben er heel blij mee. Ik heb de prijs al vaker om me heen uitgedeeld zien worden. Ik weet wat die betekent en ja.